De bruine vloot verkeert vanwege de corona-epidemie in zwaar weer. Eigenaren van Tjalken, Klippers en Botters staat het water in vele gevallen tot aan de lippen. De crisis heeft niet alleen gevolgen voor de schippers, maar mogelijk ook voor het aangezicht van de havens en alle aanverwante bedrijven. Mijn naam is Harm-Jan van Schaik, burgemeester Harderwijk en daarnaast voorzitter van de Vereniging Zuiderzeegemeenten. We staan op dit moment in de Botterhaven van de gemeente Harderwijk. Een haven waar elk jaar 1,5 miljoen bezoekers ook naartoe komen. Nee, de Vereniging van Zuiderzeegemeenten is een vereniging waar de leden eigenlijk allemaal liggen rond de Zuiderzee. En dat staat voor Zuiderzeestadjes, dorpen met een link met het water. En dat is ook in deze gemeente het geval. En die link met het water betekent dat we ook koesteren dat we aan de Zuiderzee hebben gelegen. Maar het ook belangrijk vinden voor de aantrekkelijkheid van deze gemeente. Dat mensen weten wat ze er kunnen aantreffen. En dat is een bepaald decor. Dat is in veel gevallen een oude binnenstad. Maar daarbij horen ook de masten van de Bruine Vloot. En die vinden wij een heel belangrijk onderdeel van het decor van deze gemeente. En dan ontstaat er ook een bepaalde zorg over het voortbestaan van deze vloot. Want wat je ziet is dat in een historische binnenstad als de onze is er heel veel beschermd vanuit de monumenten. Maar dat is niet het geval voor een bruine vloot zoals die hier ook achter mij ligt.